Omdat het tot en met volgende week zaterdag boekenweek is met als thema de lof der zotheid en dat wel een beetje middeleeuws klinkt, heb ik het vandaag over Ivanhoe. En nou vraagt u zich natuurlijk af, wat heeft dat met Groningen te maken? Ivanhoe werd geschreven door Sir Walter Scott, Engelsman. En dat was in de 19e eeuw een van de populairste schrijvers. In heel Europa werd hij verkocht. Nou, dit boek, Ivanhoe, werd geschreven in 1819, dus is al bijna 200 jaar oud. En niet alleen in Engelse versie in de boekhandel, maar ook in een Nederlandse. Ja, hier bij de S van Scott, de nieuwste uitgave van Ivanhoe in het Nederlands, vorig jaar verschenen en kreeg een hele goede recensie. Nou, en dan vind ik het leuke dat voorin dit boek staat iets over de geschiedenis van de Walter Scott boeken en Ivanhoe in het bijzonder in Nederland. Er staat daar, de eerste Nederlandstalige uitgave dateert al van 1824 en er wordt er geen naam bij genoemd. Maar dat was een uitgave van de Groninger Wolter van Boekeren. Wie was deze man? Wolter van Boekeren werd in 1790 geboren. Zijn wieg stond in Heveskes, waar zijn vader dominee was. Omstreeks 1810 trad hij aan de Grote Markt in dienst bij de Groninger boekverkoper Schierbeek. Na een reis naar Parijs begon Van Boekeren in 1812 voor zichzelf. Er waren in die tijd al heel wat boekhandels in Groningen. En Groningen, Nederland, was in die tijd onder Frans bestuur. Dus de enige kans voor Van Boekeren om voor zichzelf te mogen beginnen was als hij zich toelegde op Franse boeken. En dat was ook de reden geweest dat hij naar Parijs was gegaan. Hier op de Groninger Archieven zijn wat boeken waaruit blijkt waar Van Boekeren zich vestigde. Hier is namelijk een boek met geboorteakten. En daaruit blijkt in mei 1813 werd een zoon van hem geboren. Jan Rudolf aan de Steentilstraat. Twee maanden later overlijdensakte van zijn vrouw Rinkje Postuma. Ook aan de Steentilstraat. Maar twee jaar later hertrouwde Van Boekeren. Hij begon dus met de verkoop van vooral Franstalige boeken. Maar in 1813 gaf hij ook een eerste boek uit. Ook iets wat met Frankrijk te maken had. Namelijk de vertaling van een Frans toneelstuk. De Leeuwenridders. Dus toen had Van Boekeren al een voorkeur voor ridders. De Engelsman Sir Walter Scott schreef in 1819 zijn beroemde boek over de ridder Ivanhoe. Walter van Boekeren, die in die tijd vooral theologische en wetenschappelijke werken uitgaf, werd zo gegrepen door Ivanhoe dat hij besloot er zijn hand op te leggen. Ja.
Dit zijn ze, de drie delen Ivanhoe die Van Boekeren uitgaf. In originele omslag rood kievitspapier. Daar werkte Van Boekeren mee. En hij had een goede naam dat hij zorgde voor mooie illustraties. Dus dat hebben we al die drie delen ook. Nou zie ik hier dat dit de tweede druk is uit 1833. De eerste druk was in 1824 verschenen. Dat was overigens heel bijzonder, want in die tijd haalde een boek maar zelden een tweede druk. Van Boekeren heeft in totaal 14 titels van Walter Scott uitgegeven. En het gebeurde allemaal aan de Oude Ebbingenstraat, want daar was zijn boekhandel uitgeverij toen gevestigd. Nou, hier was het. Hier was de boekhandeluitgeverij van Van Boekeren. Hier is dus de Nederlandstalige Ivanhoe verschenen. Van Boekeren heeft hier gewoond en gewerkt tot 1857. Nou ja, dat dit pand er niet meer is, dat komt door de bevrijding van Groningen in 1945. Is dit allemaal kapot gekomen. Maar het pand waar hij in 1857 naartoe verhuisde, dat is er nog wel. Dit is het, Herenstraat 67. Ja, beneden is het duidelijk veranderd, maar boven zou het er nog wel zo uit kunnen zien als in de tijd van Van Boekeren. In de tijd van Van Boekeren was het nummer F307, nu 67. Bed and Breakfast. Hallo, Benu Hofman, Oogtelevisie. Ja? Nou, dit was er in elk geval in de tijd van Van Boekeren al. Dit was een open gang. En dat liep door tot aan de Pelsterstraat. En dat was ook wel handig, want bij dit huis hoorden een stal en een koetshuis aan die straat. Ja, koetsen, dat was het vervoermiddel in die tijd. Nou, als ik hier de zijmuur van het pand kijk, dan is het inderdaad een heel oud huis. Ah, goedendag. Goedendag. Meneer Bleker, hè? Helemaal, dank ja. U. En ik zag beneden bed and breakfast, heeft u hier? Ja. Ja? Kunt u zien? Dit is een van de kamers. Ja. En ik zie ook al wel direct dat het een heel oud pand is hier. Ja, het stamt waarschijnlijk uit de middeleeuwen. De middeleeuwen? Ja. Nou, en dit deurkozijn, dat is aan de breedte zo te zien, is het 18e eeuws of zo. Mm-hmm. En dat komt heel mooi uit, want ik heb het over iemand die hier gewoond heeft, Van Boekeren. Nou ja, dat was in de 19e eeuw, dus die heeft dit allemaal zo meegemaakt. Ja. Heeft u meer hiervoor bijvoorbeeld ook nog ja, oud? Ja, loopt u maar mee. Ja, nou dit is ook een 18e eeuwse deur. Prachtig. Ja, wat ik buiten al dacht, dat is hier goed te zien. Die voorgevel, die is eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, zo'n lijstgevel, toen populair. En om dat allemaal aan te passen bij dat oude middeleeuwse pand, is er iets gedaan met het plafond. Dit is het oude, oorspronkelijke plafond. Maar omdat die voorgevel hoger werd, moest er dus een oplossing hier worden gevonden voor die hoge ramen. Nou, dit is allemaal in de tijd van Van Boekeren was dit dus al zo. Nou, die schouw die was er ook al. Daar heeft Wolter dan bij gezeten, zullen we maar zeggen, op zijn oude dag. Want toen hij hier kwam wonen, toen was hij 67. Hij had de hele handel net verkocht.
zijn hele fonds, al de boeken die hij had uitgegeven. Nou, dat zijn er meer dan 260 geweest, waarvan zo'n 40% literatuur. Naast boeken van Walter Scott had hij bijvoorbeeld ook een hele tijd de Groninger Jan Gouverneur in zijn fonds. Hij was een zeer succesvol uitgever in die 19e eeuw. Het fonds werd geveild. De boekhandel ging naar zijn schoonzoon Klaas de Waard. Hier in dit pand is zijn vrouw, zijn tweede vrouw, overleden in 1863. En Wolter van Boekeren zelf is hier weggegaan in 1870. Toen heeft hij het pand verkocht. En een jaar later is hij overleden. Niet in Groningen, hij verhuisde naar een van zijn kinderen. Maar dit is dus het pand waar Van Boekeren 13 jaar heeft gewoond. Als ik ergens kans wil hebben om die eerste druk te vinden, dan is het hier in de universiteitsbibliotheek. Want hier is tenslotte de grootste boekenverzameling van Groningen. Hi. Hi. Ik ben op zoek naar titels van Van Boekeren, Groningse uitgever. Hebben jullie boeken van hem? W. van Boekeren, ja. Voor twee winst. 109, poeh. Dat is heel wat. En nou, eigenlijk specifiek naar boeken van Walter Scott. Kun je dat ook zien hier? Even kijken. Ook een speciale titel? Ja, Ivanhoe. Ja, die wil ik graag. Ivanhoe of de terugkomst der kruisvaders. Zou ik dit boek mogen zien? Hier wel Walter Scott, maar dat is Robert Roodhaar. Prachtig. Ja, een typische W. van Boekeren uitgave. Dit zijn ze. Jij hebt Ivanhoe. Toch. Hartstikke mooi. De boeken hebben niet de originele omslag. Maar welke druk is het? Even kijken. MDCCCXXIV 1824. Dit is de eerste druk van een Nederlandstalige Ivanhoe. Hier te lezen in de UB. Nou, misschien een idee voor de Boekenweek om de nieuwste uitgave van Ivanhoe uit de boekhandel te halen. In die aangename streken van het schone Engeland